Ja, maar Henk, hoe sta jij? Ben jij een boeroe of ben je een koelie of ben je een juka? Dat is natuurlijk, zo praat je dan onderling, hè? Dat weet ik toevallig van de Zeedijk. Dat denk jij, ja, komt door artrite, dat denk jij als geen ander. Nee, maar in dat Suriname. Ik ben van Creools-Joodse afkomst. En dan wel van vaderskant met Aziatische roots. Mensen denken vaak dat ik Molukse ben of Tunis. Dat krijg ik vaak horen. Nou ja, Molukse zou kunnen. Ja, dat klopt. Maar goed, weet je, net zoals weet je, op zijn maximaals gezegd, de Nederlander bestaat niet. Nou, de typische Surinamer bestaat ook niet. Iedereen kan een Surinamer zijn. Het is niet ras of kleur of bloed ontboden gebonden. Je bent daar geboren uit Surinaamse ouders. Ik denk dat Peggy dat wel kan bevestigen. Ik heb een Surinaamse moeder en ik ben alleen maar Surinaams als het me uitkomt. Oh, ben er zo een. Oh, leuk. Wanneer komt het jou uit dan? Nou, het is heel makkelijk, hè. Als je gediscrimineerd wordt, roep je ja, maar ik ben een Surinamer. Helpt heel goed. Maar voor de rest, ja, ik kan Surinaams koken. Bij mij thuis mocht er geen Surinaams gesproken worden. Echt geen woord. Dus, Dat is plebs of zo. Dat is gewoon een straattaal. Ja, straatkinderen zijn dat. Die straatkinderen spreken Surinaams. Dat doe je niet. Dat hele neger Engels, dat is helemaal aan mij voorbij gegaan. Maar ik ben gewoon in Amsterdam geboren. Hè? Maar kan jij een beetje takkie-takkie-takkie praten, of niet? Ik heb geen woord. Schalang Tongo, even netjes. Schalang Tongo, takkie-takkie, dat is echt, dat is zo not done, Arturito. Gerard Reven heeft dat ooit geschreven. Ik ben een bounty, ik kan dat allemaal niet. Ah, Peggy, kom maar lang. Echt? Nou, ondertussen kijken we naar de voet van Winston Citroen. Hoi Winston, het geluid staat uit, gelukkig. Winston krijgt een beurt. Nou, Arthur, ik heb wel eens heel lang geleden, ik denk jaren 70, interview gezien. Het is gewoon een ordinaire scheldpartij. Tussen Gerard Reven en volgens mij was het André Haakmat. Een nog jonge André Haakmat. Ja, dat weet ik. Ja, Haakmat, Er is één racistisch gebral van die Reven. Wat heb ik me daar aan zitten ergeren? En toen zei de docent nog op school. Dus ik bracht het aan op school. Nee, Reef is geen racist. Dat moet je anders zien, Henk. En ik werd daar zo pissed off om. Nog steeds, hoor. Ja, maar Henk, jij bent niet zo politiek correct. Zo ken ik je niet. Kijk, ik wilde Nina Jurna in de uitzending hebben. Maar het is alleen 5 uur vroeger in Rio. Ja, een beetje vroeg. Is jou een verhaal gemaakt voor de NRC over waarom worden Surinamers niet in de politiek vertegenwoordigd? Weet je, waarom is het alleen Urbana als spreekbuis voor de Surinaamse gemeente, wat natuurlijk helemaal niet. Kijk hoeveel stemmen ze heeft gehad in de Belmer. Voor mij helemaal niks. Ja. Surinamers stemmen eerder PVV dan op Urbana. Dat is mijn. Hangt er vanaf of het Indianen zijn natuurlijk, of Creolen. Nee, maar even om terug te komen van. Kijk, ik heb nog nooit een proces gehad van. Ik maak wel grap over Surinamers of over mensen van kleur. Als ik mensen van kleur zeg, dan moet je oppassen. Dan wordt het link, weet je. Maar dan. Maar het hangt van het moment af, de timing. Toch? Nou, het hangt ook vanaf wie de grap maakt. Dat is ook heel belangrijk. Zoals bijvoorbeeld Umberto Tan. Die zat in Jack Spijkerman in een of ander programma. En volgens mij zei die Spijkerman, je bent niet alleen zwart, maar ook dom. En iedereen van, ho. En die Spijkerman die zegt gelijk erachteraan, ja, maar ik mag dat zeggen. Ik wilde bijna twitteren, Jack, dat bepaal jij niet wie dat mag zeggen, broer. Kijk, als ik bijvoorbeeld in Amsterdam Henk, ik voer in cafés in Amsterdam, weet je, op het Dijkseplein. Ik zat alleen met de Surinamers. En dan zei je gewoon, hé, oude neger, oude poot, oude jood. Dat deugt. Ja, het hangt er prima. Maar je mag niet meer benoemen, Arthur. Daar heb ik zelf altijd heel erg moeite mee. Hé, hey, oude Turk. Ja, maar serieus. Waarom mag dat niet gewoon zeggen? Ik bedoel, als ik zeg... Het hangt van wie het zegt en wanneer. Het hangt van wie je zegt, ja. Ja. Nee, maar ik mag het dus niet zeggen. Nee, maar ik mag dus bijvoorbeeld... Toen ik benoem juist culturen, omdat ik dat juist goed vind. Ik vind het juist positief. Who cares? En bijvoorbeeld toen ik over Badr Hari had gezegd dat het een... Gelding. Vond je wel een gelding, toch? Vind je een gelding, toch? Vind je toch een gelding? Bokito? Bokito? Nee, is niet, nee, daar val ik niet op. Val ik niet op. Val ik niet op. Ik ben hier, ja. Maar, wat? Ja, ga verder.
Nou ja, dat mocht dan gewoon niet, weet je wel. Ik kreeg echt iedereen over me heen. Maar weet je wat zo bijzonder is? Je mag het niet benoemen, maar het gaat wel altijd over hen. En dat vind ik gewoon een beetje hypocriet. Waarom zou je het niet mogen benoemen? Ik bepaal toch zelf wel of ik gewoon mezelf ook Turks benoem. Dat ben ik toch ook? Turks-Nederlander, who cares? Dus ik zou mag jij als Turk niet negen zeggen? Want je bent ook een soort minderheid. Heeft het daar niet op? Nee, ook niet. Het woord neger, ik heb er persoonlijk, het is inderdaad heel persoonlijk. Persoonlijk heb ik er geen probleem mee. Ik ben opgegroeid in het jaren 70, 80. In Nederland jaren 70, 80. Vooral jaren 70, dat het racisme gewoon openlijk op straat lag. En ik heb me echt letterlijk moeten invechten. Met wel het gevolg van, het doet mij persoonlijk zoveel, dat ik weet dat er veel ergere uitingen zijn van racisme. Dus, maar het is heel persoonlijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen dat toren. Dat ze er niks van moeten hebben. Ik zou negen zou ik ook zelf ook niet zeggen. Mm-hmm. Dat heb ik nog nooit gezegd. Mm. Nou, nu wel. Je hebt het nu twee keer gezegd. Je hebt het net gezegd. Ja, maar Jessie mag dat. Zij mag dat, ja. Nee, maar ik zou het gewoon zelf niet zeggen, dat woord. Zou ik gewoon niet doen. Ja, ik wel. Maar wanneer, mijn voorbeeld is altijd, in Spanje heet het negro en in het Portugees heet het preto, dat betekent zwart. En dat wordt wel gebruikt in linkse kranten, dus. Maar ja, het is een hele linguistische discussie, hè, of je het woord... Dit is dingetje, ja. Neger, als ik Winston in de kroeg tegenkom, in een gay bar, zeg maar, dan zeg ik, hey, neger, ouwe neger, daar is toch niks mis mee? Of oude jood. Ja, maar dan is het vriendschappelijk. Dan is het toch precies, je vriend. Dat scheelt. Het is anders. Het doet me niks. Heb je nou nog een neger was? Dat bepalen anderen wel, weet je. Net als met joden. Andere mensen zijn zwarter altijd. Andere mensen bepalen of jij jood bent. Dat heb je niet in eigen hand. Ik word ook Turks tuig genoemd. Vind ik een compliment. Maar geen stel noemen ze jou racist. Omdat jij noemt ons kaaskoppen. Waar komt dat vandaan? Je hebt een keer iets gezegd dat wij vieze Hollanders, vieze onhygiënische mensen zijn. Ja, vind ik ook echt, ja. Nou, vooral, ik vind het ook, hoor. Nee, maar luister, moet ik even toelichten nu. Omdat mensen toch moeilijk vinden om dingen te snappen. Het ging vooral... Je bedoelt mensen dom zijn, doe je? Mensen dom zijn, bedoel je? Op je thee pakken, hoor. Amsterdam-Zuid vind ik de mensen echt wel best wel vies. Ja, de kinderen zijn echt ranzig, klopt. Ja. Ik zie het bij de voetbalclub voor mijn kinderen. Weet je wat het is? Ze wonen in kasten van huizen en ze kunnen gewoon geen André Lon kopen. Gewoon shampoo om de haren van de kinderen te wassen. André Lon, dat is goedkoop als die er is. Ja, maar luister, Arthur. Ik ruik gewoon vet haar. Vies. De kinderen hebben slaapjes in hun ogen. Doe ze me gewoon goed uit. Ja, maar sorry, vies. Dat is niet goed verzorgd. Ik vind dat vies. Vind je het ook, Peggy? Nou ja, ik douche me twee keer per dag en ik was ook mijn haar twee keer per dag. Ja, maar dat vind ik typisch Surinaams, weet je hoor. Ja, maar dat vind ik Surinaams. Weet je, Israëli's douchen vier keer per dag, hè, Israëli's. Ja, dat vind ik dus lekker schoon, ja. Ja, goed, ik kan me er wel eens bij voorstellen. Dat is dwangneurose, noem ik dat. Ja, ik. Hoe vaak douche jij, Henk? Elke dag, ja. Oh, en trouwens, nog heel even belangrijk, toch, uit onderzoek was ook gebleken dat Nederlanders hun handen nauwelijks wassen na de wc. Dus ik heb toen al mijn column even met argumentatie ook nog bewerkt. Ik ik denk dat sommige culturen wat schoner zijn dan andere culturen. Ja, hygiëne is een belangrijk ding. In de Surinaamse cultuur sowieso, wat ik heel vreemd vond. Nou, ik ben dus als klein jongetje in 1966 naar Nederland gekomen. 66, 67. Nou, Suriname hadden we een soort buitenhuisje. En dan stroomde de viertje. En dan douchten we en baden we elke dag in. En dan kom je in Amsterdam. Geen douche. Geen bad. Nou, dat bedoel ik maar. Een badhuis? Was je die bad die in de piranha je pik zou krijgen? Dat hoopte ik soms zelfs. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Pijpvis. Zie een badhuis. Ik snapte daar geen ene donder van. Dat was in de Gerardouwstraat. Woonde in de Gerardouwstraat. En het badhuis was in de... God weet het wel, bij de Zwelingstraat. Dus was jij buurman van André Hazes dan? Hij is iets ouder, jij denk ik. Hij was iets ouder, jij. Was wat ouder, ja. En wij woonden voor in de Gerardouwstraat bij het water... En Hazes woonde er geloof ik bij het café, de Eddy Bar geloof ik, daar. Ja, ja, ja.
Daar zat haar. Nee, ik heb hem niet persoonlijk gekend. Maar Henk, jij was wel een van de eerste Suri's in Amsterdam. Ja, de Cotton Club. Maar dat waren natuurlijk, dat waren de chique negers, om even het woord te gebruiken. De Cotton Club was... Inderdaad, een van de eerste dat Surinamers op straat elkaar nog gedag zeiden. Als je elkaar op de markt zag. Maar op een gegeven moment kwam er een soort kentering. En dan had je een golf van Surinamers. Waar wij in Paramaribo ook vrij weinig mee te maken hadden. Hoor. En de Joop den El Surinamers, zeg maar, toen onafhankelijkheid. De schreeuwende types. Brajari. Brajari is een Surinamers uitdrukking voor veel gebaren en veel schreeuwen. En walalalala. Dus, weet nu zoals ik. Een soort yes in me, zou ik zeggen. Ja, een soort. Nee, maar Nederland zag er toen heel anders uit. Jaren 70, 80. Ja, zonder meer. Ja, maar de Cotton Club als voorbeeld. Maar dat was natuurlijk dat was een heel ander segment, zeg maar. En ik weet, ik had een vriendinnetje op het Fonds Vité in Amsterdam. En daar zat de zoon van de Surinaamse ambassadeur. Dat was de eerste persoon van kleur, volgens mij, op het fucking Fonds Vité. Katholieke school, elite school. En dat was toch... Ja, maar in 75 is natuurlijk veranderd, of de onafhankelijkheid 75 toch? Dus heel veel veranderd, ja. Even een vraagje, ik zie naast mij Winston zitten. Winston, eigenlijk ken ik je niet, kun je jezelf voorstellen. Je hebt wel een leuk truitje aan trouwens. Beeldig, hè? Oh, gaan we zo beginnen. Zal ik jullie even alleen laten? Kan je ook op Grindr, kan je dit op Grindr doen of zo? Is dat... Winston, stel jezelf voor, Winston Citroen. Winston, ja, wat moet ik mezelf zeggen? Mijn leeftijd is dus geheim. Nou, ik weet het wel toevallig, maar dat kan je afkopen. We hebben het nog geloven. Ja, ik woon in Amsterdam, in de Jordaan. Ik ben tekenaar. Ik kan het misschien wel wat laten zien straks, als jullie dat leuk vinden. Oh, dat vind ik leuk, ja. Oh, graag, ja hoor. Ja. Als we dat wel pakken. En nou ja, op dit moment ben ik een beetje gehandicapt. Ik ben geopereerd met mijn po, 3 keer zelfs. Dus ik zit op dit moment in een rolstoel. Het gaat over hoor, het komt goed, maar ik ben dus al 6 maanden in die buiten geweest. Dus ik ben gewend inmiddels aan de, hoe heet het, aan de lockdown. Meer dan jullie allemaal bij elkaar. Dus, niet achter de... Nou, dat weet ik niet. Peggy komt ook natuurlijk niet uit. Die komt nergens meer, Peggy, toch? Ja, het is echt heel vreselijk, mijn leven nu. Ja. Ik zie op mijn scherm, zie ik 6 corona-tv staan bij die Turkse dame. Wat is dat nou? Corona-tv, D-techniek? Wat is dat? Hey, zei je nou Turkse dame? Nee hoor. Ja, als een nicht dat zegt, is het heel vals, denk ik. Of niet? Of is het gewoon aardig bedoeld, Winston? Ja, ik ken haar eigenlijk ook niet. Dus, misschien moet je ook... Maar je kent elkaar allemaal niet, dat is wel grappig. Nee, ik ken alleen jou natuurlijk. Ja, nou, ik ken natuurlijk Peggy. Van Sjoel. Welke Sjoel? Ga jij naar Sjoel uit, hoor, Peggy? Of niet? Ik ga eigenlijk nooit naar Sjoel. Oh, ik ben... voor de Goyim onder ons, Sjoel is synagoge. Oh, Sjoel! Nee. Ik maak er geen deel uit van een congregatie, maar de Portugese Sjoel die bezoek ik, of bezoekte. Je bent Joods. Je bent Joods. Ik ben van de Surinaamse Joodse afkomst, ja. Van mama's kant. Ja, vaders kant, zei je, geloof ik, hè? Mama's kant. Oh, niet al lagisch. Moeders kant. Ja. Daar doe je aan je hoedie. Oké. Maar goed, we gaan even. Met de prima vriend. Annie Correa voor je dim, Amelie me vergiet. Ze gaan wel allemaal Joden hier naar, geloof ik. Erg, al vreselijk. Ja, maar het was een Suriname special, nu wordt het een Joden special. Mag je dat zeggen, een Jood eigenlijk? Volgende vraag, is Jood een hoofdletter of een... Ik schrijf is Jood... Het is precies hetzelfde als net. Het hangt vanaf wie het zegt, wanneer hij het zegt, hoe hij het zegt. Nou ja, maar Jood... Ik schrijf met een kleine letter en dat is puur omdat ik taalnatie ben. Jood is net als moslim. Dus met een, weet je, het is geen nationaliteit. Dus Israëli is mijn hoofdletter, maar Jood niet. Ja, Arthur, jij als geen ander, je bent vaak in Israël geweest, nog gewoon, je spreekt de taal. 8 jaar gewoond, hallo, 8 jaar gewoond. Kan je nagaan, Semitische talen. Ik heb geen probleem met het woord Jood. Ja, je weet het, Joods cultuur. Jood. Heel veel zelfsport. Ja, de zelfsport. En oude Jood, mag je dat toch zeggen, oude Jood? Ik heb vorig jaar een hele leuke Joodse jongen uit Turkije leren kennen. Oh. Wat kostte dit? Wat kostte dit? Wat kostte dit? Toegang had een vriendje, die was ook Joods. Die was Joods en die was van Turk, maar ook van Portugees afkomst, ja. Was een hele oude Turkse familie.
Nou ja, weet je Winston, ik heb Ladino gedaan en Jiddisch als bijvak met mevrouw Fuchs. En Ladino, dat waren de Marokkaanse Joden die gevlucht zijn. En die konden in Istanbul terecht. Dat is toch het enige, die zijn allemaal bijna na aanslagen zijn helemaal verdwenen. Maar de Ladino is dus gewoon Jiddisch, maar dan maar Spaans Jiddisch, zeg maar. Dus in de Hebreeuws geschreven. Ja. Ja. Maar er zijn bijna geen Turkse Joden meer, hè. Die zijn allemaal weg. Nee, maar hij was eigenlijk een Portugese Jood, maar uit een Portugees-Spaanse familie die al heel lang in Turkije woonde. Maar wat deed je met hem dan? Al bijzonder. Nee, dat willen we niet weten. Jawel! Nou, zeg eens, was het weer zo'n vakantieliefde van je? Nee, hij had een hele vriendje. Ik vond het vriendje leuker. Oh, het wordt steeds leuker. Vertel. Ik heb mijn koffie. Ja, vertel. Ja, nou, dat was inderdaad bijna. Ja, hij kwam er net aan, die vriend. Je moet iets dichter bij de microfoon, want ik... Ik hoor je heel... Er is niks gebeurd, want die vriend was te dicht in de buurt op een gegeven moment. Dat is wel jammer. Was wel... En vriend? Die Joodse vriend, ja. Maar waar kwam hij tegen dan? In een gay bar? In die hele rare anarchistische tent, weet je wel. Frankrijk. Oh, Frankrijk. Was het Frankrijk? Ja. Jezus, waar kom je daar met je goede zondagskleren? Ja, een vieze punk. Als je over vies hebt, dan heb je het over Frankrijk. En die zijn ook heel vies. Café de Muur. Leuke jongens rondom, natuurlijke meisjes ook trouwens. Maar dan kan je net zo goed naar de kelder gaan aan de Argos in de Warmoestraat. Als je dan toch vies doet, dan... Het is niet een kelder. Nooit geweten. Maar goed, dat is een andere vraag. Nou, ik heb daar een keer Adriaan van Dis gezien. Met de broek op de schoenen. Trouwens, wat ik wel heel mooi vind, ik ben nu Sheetzo aan het kijken, die serie. Hoe? En ja, hoe spreekt het uit? Sheetzo. Corona-TV, hoe heet jij nou? Corona, zie je mij als Corona-TV? Corona. Ik zie een roze schermpje met Corona-TV. Even kijken. Dat ben ik, dat is Willem. Hallo. Zie je geen beeld van mij? Ja, dat ben ik. Hallo. Hoe heet die serie dan? Want ik weet niet, ik heb Portugees Netflix, dus ik heb niet wat jullie hebben. Hoe heet die serie? C-H-T-I-S-E-L. Ik zie geen klein schermpje van jou dan. Sorry? Ik zie geen klein schermpje van jou. Ja, dan moet je even swipen. Je moet zo swipen. Swipen? Ik zie... Nee, je hoeft niet te swipen. Rechtsboven heb je gallery view, Winston. Weet ja, je? Ik zie... Maar in ieder geval, wat ik zo mooi vind, is in die serie dat als ze binnenkomen het huis, dan zoenen ze zeg maar, dat doen ze zo. Vind ik zo mooi. Dan doen ze zeg maar zo kusje geven bij het begin van de deur. Vind ik zo mooi. Dus ik doe het ook nu. Wie geef je dan een kusje? Komt er niemand langs bij jou? De Masusa. Ze raken de Masusa. De Masusa. Ja. De Masusa. Oh ja. Ja. Ja, ik heb hier ook eentje, Masusa. Je hebt zo'n schattige Taste Blue Tea boven je lip zitten, zie ik. Een wat? Wat zeg jij? Een Taste Blue Tea. Die had mijn moeder tekende die altijd met haar... Moedervlek, bedoel je? Ja. Nee, die tekende je vroeger. Dat is heel normaal. Ja, mijn moeder die tekende hem hier zo en zij heeft er eentje in echte op mij. Maar als de moedervlek groter wordt dan je hoofd, dan moet je wel even naar de chirurg, in de regel. Taste Blue Tea. Heet het niet gewoon een bloedblaar? Dus volgens mij heet dat een bloedblaar. Hey, dat wordt lekker! Hey. Op het scherm zit een tasje bloedtape. Ja, maar Winston, ik ken mensen die deden vroeger zo'n ding tatoeëren. Hè? Dat vonden ze mooi, zo'n tasje bloedtape. Ja, zo'n moedervlek. Mijn moeder deed met haar oog. Met ja. Winston, je bent ook echt blond, hè? Wat mijn oma vroeger deed, in haar tijd, die met zo'n potlood tekenen ze achter op de benen. Omdat die kousen gingen altijd scheef zitten, die lijnen van die naden van die kousen. Dan kocht ze naadloze kousen en tekenen ze op de benen zo'n lijn. Ja, heb ik ook nog gedaan. Ja, echt. Dan verschuift hij tenminste niet. Anders is het heel lastig om die naad helemaal recht te krijgen. Ja, maar je hebt tegenwoordig kale mensen die kunnen dan, dat zag ik op internet, je kan ook zeg maar stekeltjes tatoeëren op je kop. Dan heb je hele leven zo'n kapsel zeg maar, zwarte puntjes. Ik ken iemand die een baard heeft laten tatoeëren, snap ik ook niks van. Wie is dat? Wie?
Namen. Name and shame. Vriendjes voor Winston in ieder geval. Ik heb twee homoseksuele neven. Hartstikke leuk. Nichten, zeg maar, nichten. Twee nichten. Joods ook, dus ach. Maar die kent, nee, ken je niet, Winston? Nee, hoe heten ze dan? Amro en Arje. Arje, ik ken Arje. Arje betekent trouwens leeuw, hè? Leeuw, ja. Leeuw. Is het niet John Leerdam toevallig? John Leerdam. Ik heb een vent in Leerdam. Ja, hij wil echt John Leerdam kwijt of zo, hè? Nou ja, het ja, probleem met John Leerdam. Ik was met de PvdA getrouwd, zeg maar, met Edith Masterbroek. En het gerucht ging dat John niet zo van de meisjes is. En dan, die deed zo krampachtig hetero. Dan denk ik van, waarom kom je uit de kast, man? Dikzak. Maar Henk is toch ook van de PvdA? Was. Ik was van 97. Ik woon in Zuidoost. 97 ben ik lid geworden. 2002, dus na de moord op Fortuin, ben ik gillend weggerend. Ik zat in het afdelingsbestuur Zuidoost. En ook nog op de kieslijst gestaan voor die verkiezingen. Dus, hoe hoog stond je dan, Henk? Op vrijwel onverkiesbare plaatsen. 17 of zo, 16 of 17. Maar wie was die meneer, ik weet niet, met het kasgeld vandaan? Dat was toch in die tijd? Er waren wel financiële probleempjes, herinner ik mij. Ik denk dat het net voor mijn tijd is. Net als het verhaal van Zwart Beraad. Zwart Beraad was echt net een jaar, speelde een jaar geleden. 95, 96. En medio 97 werd ik lid. Hey, en wie was nou, dat is nog steeds geheim volgens mij, maar die mevrouw die had een ton geplukt van de Belma, van geld van de gemeente Amsterdam, en die had voor haar begrafenis. Voor haar begrafenis? Zing Pharma, toch? Recentelijk. Nou ja, 3 weken geleden, en die had gewoon een tonnetje. Wie was dat? Was het een Suriname? Ghanese, die hebben dus van die hele dure kisten, hè, in de vorm van een Cadillac of een pakje Marlboro of van een mobiele telefoon. Dus ik dacht, dat is iets typisch Ghanees. Dat je zo dure dat zou wel kunnen. Ik durf daar geen uitspraken over. Maar doe eens, Henk. Doe eens uitspraken. Wij hebben inderdaad een Ghanese dame. Dus ik heb nou ja, ik vind het niet typisch Surinaams om een ton achterover te drukken voor een begrafenis. Voor een feest, oké. Okay. Nee, voor een begrafenis. Dat is niet Surinaams. Dat is wat zeg je, Winston? Sorry, Winston. Is hij boven in de recording staan? Betekent, kun je dit dan ook opnemen, wat we nu aan het doen zijn? Ja, alles wordt tegengebruikt. Maar ik hoop dat Willem het opneemt eigenlijk. Sorry? Het wordt opgenomen. Maar je moet wel beter in de microfoon praten, Winston. Ik hoor je heel zachtjes, alsof je echt heel ver bent. Ja, maar hij wordt gemasseerd nu. Oh, dan mag het. Nee, dat is het zo? Ik hoor hem heel goed. Ja? Oh. Maar dan heeft hij voor mij alleen een zacht gezet. Dat vind ik weer typisch Winston. Maar moet ik dan... Nee, maar Peggy, je hebt het wel gelezen. Toch? Jij leest ook alles. Maar ik dacht, dat is niet Surinaams. Voor een ton voor... Ik weet niet wat... Ik ben nooit op Surinaams begrafenis geweest. Maar ik dacht meteen dat het zijn Ghanese. En Muns, die er helaas... Die ons ontvallen is vandaag. Die heeft een heel programma gemaakt over Ghanese kappers in Belmer. Dat is grappig, jongen. Het is allemaal witwassen, hè? Het is allemaal witwassen. Het is allemaal... Nou ja, Ghanese zitten niet in de drugshandel, weet ik. Maar ze doen allemaal duistere dingen. Nou, ik weet wel dat van Ghanese mensen, die zijn heel kerkelijk. Het is een hechte gesloten... Ja, het is gewoon een hele hechte gemeenschap. Een enclave, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar Ghanese, mijn beste vriend toen in Jeruzalem studeerde, was van een goede familie. Het zijn harde werkers, weet je. Ghanese zijn echt wel... Ja. En ze zijn bij de hand. Ze passen zich heel makkelijk aan. Het zijn geen zeurpieten. Nou, ze zijn ondernemers. Hè? Het is een handelsvolk. Het zijn handelsdrijvers. Maar ze vinden Surinamers maar niks. Hè? Dat vinden ze echt nepnegers, zeg maar. Ja, en andersom. Het steekt een beetje. Toen jij de Belmer in de politiek zat, toen zaten die Ghanezen toch al, of niet? Ja, er zaten diverse Ghanezen. Even kijken, Amma Asante. Amma Asante, maar die zat toen, toen in de gemeenteraad. Maar die, maar goed, Amma Asante is een typische dame uit Zuidoost. Die woont daar gewoon. Even kijken, wie had je nog meer? Je had, Jude Kela, geloof ik. Jude Kela. Ja. Ja, die ken je nog wel. Een beetje kleine dikkerd. Ja. Ja.
Je vetshaming, dat mag niet, hè? Je mag niet zeggen dikker. Nee. Oorlijke... Daar ga je al. Eerst zei je al Jood en toen neger. En nu ben je dikker. We zijn samen. We worden verbannen. Turk, Marokkaan, neger, Joods, dik, lelijk. We gaan verbranden. Ook vreselijk. Ja, nee. Jude Kela was inderdaad een Ghanese man. Maar een aantal, ik kwam er net bij toen Elvira Sweet stadsdeelvoorzitter zou worden. Zij stond als nummer 1 op de lijst. Ja. En een Wesley Amsant, die probeerde dan een soort coup te... Heel veel mensen heel snel lid te maken, op hem stemmen en dan weer lid. Wie deed dat? Hey, Kuzu. Was dat Kuzu en Öztürk? de Kuzu en Öztürk van de jaren 90, zou ik zeggen. Nee, maar goed, het was schommelig. En uiteindelijk werd Elvira Sweet, zij werd dan stadsdeelvoorzitter. Maar die deugt toch wel? Volgens mij. Ik heb haar leren kennen als ze was toen manager in de zorg, geloof ik. Maar gewoon een integer, eerlijk persoon. She meant well. En haar hele carrière heeft het prima gedaan. Nee, maar dat is het verhaal van Nina Jurna. Het is een beetje te vroeg. Die zit in Rio de Janeiro. Maar die zou voor de NSC een verhaal gaan maken waarom Surinamers in de politiek, zeg maar, ondervertegenwoordigd zijn. Weet je? Je hebt Sylvana dan. Nou ja, dat vind ik ook interessant. Dat vind ik ook interessant, inderdaad. Waarom? Kijk, Sylvana is, als je ziet hoeveel stemmen ze uiteindelijk gehaald hebben voor de bel, maar dat is heel treurig. Het is heel weinig, toch? Dat is helemaal niks. Dus ik weet niet hoe, Henk, jij staat het dichtst bij zeg maar haar achterban. Heeft ze überhaupt... Welke Surinamer stemt op Sylvana? Want ze heeft niks te bieden, volgens mij. Nou, persoonlijk vind ik... Sylvana is een hartstikke leuk mens. We kennen elkaar van vroeger. Je kent haar nog zeker uit de It, zeker? Toen ze nog een kooidanseres was. Ik heb er ook gedanst. Ik stond er ook op zo'n blok. Maar een goede danseres, een leuk persoon. En ze is heel lang echt een lievelingetje geweest van Nederland. Heel lang geleden hoor, dat bij TMF, you fucking hell. Ja, TMF. 30 jaar geleden, man. En op een gegeven moment had ze ook de tv-makelaar en een boekenprogramma. Ja, toen ging het al mis. De tv-makelaar ging al mis. Ja, kijk niet naar. Een beetje mis. Maar ik ken niet al te veel Surinamers die warm lopen voor bijeen. Maar wat is het nou, Henk, wat is het nou waardoor zij zo op de huid zit van mensen, waardoor mensen een hekel aan haar hebben. Wat is dat nou toch? Wat is dat? Is dat een tone of voice? Ik vind haar een gold digger. Ik heb 3 blanke mannen gehad die toevallig allemaal rijk waren. En één was nog Joods ook. En ik heb het heel vaak geschreven. En het is gewoon zo, weet je wel. Ze heeft ook gezegd, ik wil geen zwarte mannen. Want het zijn allemaal wakker mannen en dit en dat. Ja. Ze heeft nooit een arme man gehad, zeg maar. Een arme vriend. In ieder geval, die uitspraak heeft er helemaal geen goed gedaan. Dat ze dus geen zij is dat echt? Volgens mij staat het in een blad. Was het een revue? Arthur, weet je? Ja, je kan het zo googlen. Ze zijn net geen neger. Ik wil geen zwarte man. Dat zijn allemaal wakker mannen. Die gaan maar vreemd en dit en dat. Nou, weet je wat er namelijk ook is? Bijeen is een behoorlijk linkse club. En marxistisch, zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Bijna marxistisch. Maar dan dom marxistisch. En de gemiddelde Surinamer in Nederland is helemaal niet zo links. Dat valt best wel tegen. Nou, ik vind bijeen vooral antisemitisch. Dat is een woord wat ik niet snel gebruik. Het is mijn club ook niet, nee. Wat vind jij ervan, Winston? Antisemitisch, dat zou best kunnen. En waarschijnlijk is hij zelf ook nog van jouw afkomst in Surinaams. Maar ja, dat weet je wel, zijn allemaal niet. Maar niet als plantagehouder dan? Nee, misschien is het in de gestand van ondeugende dingen van de zonen des huizes. Maar ze heeft wel natuurlijk een enorme activist, hè? Ze heeft een mega overtuiging. Zou ze niet gewoon een gebrek aan identiteit hebben? Een gebrek aan identiteit? Dat is het niet gewoon. Nou, ik denk, zij is gewoon een gold digger. En ze is, je weet hoe het begonnen is. Hè? Dat was met die, Maarten Simek. Arthur, Maarten Simek. Die heeft een pikzwarte vrouw, Afrikaanse. Ja. En toen heeft hij gezegd, negentje of zo. Nee, zwartjes. En toen heeft ze meteen, was bij de Wereld Draait Door. Oh ja. En toen kreeg ze meteen daarna een column in de Viva. En toen is het gaan rollen, het balletje. Toen zag zij ineens, racisme was voor die model. Dat is mijn theorie. Nou, die uitzending heb ik gezien. Ik zat daar tenen krommend. Het was inderdaad Simek. Die vertelde een of ander verhaal. En heel terloops zegt, hij woonde in Italië met zijn zwarte vrouw. En
dan kwamen er van die vluchtelingen en die noemde hij dan zwartjes. En zwartjes van? Die onderbreekt hem en zegt, hoezo zwartjes? Wat bedoel je daarmee? Hè? Zwartjes. Simek, kijk, bij sommige mensen zitten er zo ingebakken dat ze niet eens geen idee hebben wat voor racistische uitspraken ze wel niet doen. Maar het was natuurlijk verkeerde timing. Het was live bij fucking Wil daardoor. Ja, maar Simek, ik ken hem heel goed van de Groene Amsterdammer als tekenaar. Maar die man deugt enorm, weet je. Dat wil ik heel graag geloven. Maar dit is wel een interessante discussie, toch? Want mag, kijk, we hebben net gehad wat je wel en niet mag zeggen. Het werd gezien als, ja, dat is liefkozend, dat is goed bedoeld. Nou, en dan denk ik, joh, ga lekker met je hamstertje liefkozen. Zwartjes vind ik een totaal fout woord. Ik heb Sylvana heel erg gelijk gegeven dat ze daar tegen ingaat. Hoezo zwartjes? Joh, ga lekker knuffelen met je hamster. Of met je oma. Of met die hamster, je weet of Richard Gere met die hamsters deed? Geen idee. Dan moet je maar googlen, Richard Gere en guinea pig. In zijn bibs. In zijn bibs? Levend. Ja. Nee, Vincent weet dat. Jawel, ga maar googlen. Nee, ik heb een beeld van hem. Zijn naam kraakt. Nou ja, het is een urban legend, maar er schijnen dus nichten te zijn die dan zo'n beestje in hun kont stoppen en die knaagt van de hele endeldarm weg. Ik weet niet wat het plezier is. Wat? Oké, dat had ik niet willen weten. Dat kan ook mevrouw, hoor. Maar even terug. Maar Henk, ja. Jij zegt dus eigenlijk, en zegt Arthur ook, dat het inderdaad best wel denigrerend is en niet nat dan is om zwartjes te zeggen. Absoluut. Daar ben ik absoluut mee eens. Maar waarom heeft op dat moment iedereen hekel aan haar? Wat is het? Nou, ik denk dat ik daar wel een antwoord op heb, Jessin. Want het woord zwartjes, Simek legt het ook al uit. En in de nasleep van die hele affaire zeiden mensen ook op social media, ja, maar dat is goed bedoeld en dat is helemaal niet discriminerend. Ja, maar dat heb ik zo scheidhekel aan. Liefkozend. Nou, en toen begon het ook een beetje te steken bij mij. Wat nou liefkozend? Neem mensen gewoon serieus. Het waren vluchtelingen, of je nou wel of geen vluchtelingen zijn, maar ga niet zeggen zwartjes. Ik zal bijna een band beginnen. Mijn moeder noemde mijn vader al een Joodje. Dat vond ik ook best wel, weet je, wel liefkozend. Nou, dat was niet liefkozend hoor. Joodje, weet je, dat is zelfs zwartje. Dat is... Ja. Maar er zijn weer, rond. Het hangt er vanaf wie het zegt. Opa. Van de ene pik je het wel. En van de andere pik je het gewoon absoluut niet. Van een onbekende zou ik het niet pikken. Want dat vind ik geintjes. Ik had 18 jaar een Joodse vriendin uit de Beethovenstraat. Echt van de Lubavitch. Oh ja? Lubavitch? Heb je daar een vriendin? Van de Lubavitch? Kon je hem in de bed? Nou ja, ze waren heel rijk. Nee. Arthur, vertel. Het grappige was dat Joden in Amsterdam hebben, nou ja, dat weet Peggy als geen ander, en Winners van ook denk ik, die deugt of die deugt niet. Als een Jood zegt die deugt niet, dan is het gewoon SS'er of NSB'er. En dat zit zo diep in. Weet je, dan zat ik bij mijn vriendin aan de tafel en er zei iemand jullie Joden, of jullie, niet eens Joden. Ja, jullie. Daar ben ik heel gevoelig voor, als iemand zegt jullie. Ja. Ja. Dat is zo fout, jongen. Dan is het hele verhaal, kijk, voor de Tweede Wereldoorlog was het misschien wat minder erg. En jullie is het allerfoutste wat je kan zeggen in Amsterdam, tegen een Jood. Is dat waar toch, Peggy? Ja, want dan word je echt uitgesloten. Dan ben je echt het aparte groepje. Ja. Maar als iemand jullie zegt, dan zit het hele idee van, jullie Joden hebben geld en rijk, gierig. Er zit een heel verhaal achter één woord, dus, hè, jullie. Ja, jullie, dat hoor je ook heel vaak in hedendaagse complottheorieën. Hè? Het begint eerst, ik heb er ook wel iets gezegd op social media, het begint met een volkomen aannemelijk verhaal, dat je denkt van ja, dit zou wel zo kunnen zijn. En ergens in het midden, de vierde of vijfde alinea, dan gaat het opeens over het grootkapitaal. Hè? Dan denk je al van... Ik ken alleen maar arme Joden, weet je. Dat is mijn mazzel. En dan gaat het over de Zionistische bankiers. Ja, en dat. Dan over de Joodse samenstelling, de Joodse lobby. Dan ben ik weg. De Rothschilds, en dan ben ik weg.
Alle conspiratietheorieën komen bij 9-11. Waarom al die 10.000 Joden in World Trade Center, die hadden die dag vrijgenomen? 10.000 Joden hadden die dag vrijgenomen. Dan ga je al. Dat werd mij verteld door een Marokkaan in een frietent. Ja, die al die Joden, dit en dat. En dus ging ik er ook tegenin. Dus midden in de nacht een slok natuurlijk. Had een beetje niet met twee Marokkanen. En toen zei hij op een gegeven moment, ja, dat de Joden hebben het gedaan. En dat was het frietentje even voorbij de pels, weet je wel. Dat is nou weer gebeurd. Ja, ja, ja. Oh ja, hoe heet je weer? Van die Egyptenaren. Ja, precies. Dat, ja. En ging op een gegeven moment, zei hij, ik ging er tegenin. Geef die ene goos op een gegeven moment, ach, Allah zal het weten. Dat Allah. Dat is die andere Marokkaan, die allemaal afhappen. Hij is heel geloofwaardig. Voorzichtig. Nou ja. Bijna een bonje gehad met die gozer. Allah. Fuck Allah. Was het een lekker ding, of niet? Je hebt geleerd. Ik was ook kwaad. Nou, ik heb nog een verhaal daarover. Ook best wel... Ik was dus het was in Ibiza. Toen was er een entertainment meisje. En er was dus op... met dode herdenking 4 mei. We hadden dus een microfoon gepakt en toen was er een logo van zeg maar een Feyenoord logo was er, dus al die Rotterdammers waren hey. En toen zei ze alle Joden eruit. Waaruit? Maar dat bedoelt dus Ajaxide. Dus daar ik bedoelde Ajaxide, denk ik. Ze bedoelde Ajaxide. Nee. Maakt niet uit wat ze bedoelde, maar ik ben dus helemaal eigenlijk losgegaan op haar. En ik heb echt best wel een ding van gemaakt. Ik heb de manager erbij gehaald, want wij zijn allemaal jong geweest. Maar dat zeg je gewoon niet. Zeker niet met, ook nog met dode herdenking. Begrijp je dat je net stil bent? Nou ja, ik weet niet wat ik me moet voorstellen bij de dode herdenking op Ibiza hoor. Maar dat... Weet jullie dat ook, zijn alle Joden eruit? Weet jullie dat ook, zijn alle Joden eruit? Chopin, als hij een optreden gaf in de grote zaal ergens in een concertgebouw, zei hij, weigerde die op te treden als de Joden in de zaal zaten. Wat? Dan liep het helemaal leeg. Ja, waarschijnlijk, ja. Joden eruit, zeg maar. Nee, maar het is grappig dus. Kijk, de timing is alles, weet je. Wanneer je zegt, Jood, neger, homo. Nou ja, weet je, Sunny Bergman, die had dus op een gegeven moment, ja, die heeft geen verdienmodel meer nu. En die had op een gegeven moment gezegd, mogen we nogal valse nicht zeggen? Nou, toen heb ik een stuk geschreven naar HP. Dan mag je niet meer zeggen valse nicht, want dat vinden nichten, dat worden ze heel, heel verdrietig. Maar zo erg wordt het dan in Nederland, hè? Dat je niet meer eens, je poot, vuile poot, je oude poot. Ja, okay, dat vind ik, nou ja, valse nicht, ja, nee, wat dat betreft moet ik inderdaad helemaal meegaan met... Ja, je kan ook alleen nicht zeggen, want nicht impliceert al vals. Ja, valse, ja, inderdaad. Maar goed, nou ja, weet je, het is vaak een spuugpatrekken. Ja, het is gevaarlijk om Amsterdam hier als nicht te profileren. Dan zag ik me spuugd en bedreigd en uitgescholden. Alleen maar door de nieuwe Nederlanders. Dus dat is niet meer... Ja, maar ik benoem hier... dus eigenlijk altijd culturen. Ik benoem dat wel. Gewoon. En ik vind gewoon... Een dragen is er ook niet meer bij tegenwoordig in Amsterdam. Een Davidster dragen is er ook niet echt meer bij in Amsterdam. Nee, doe ik ook niet meer. Als je s'avonds op straat loopt met mokkendovend om... Dat moet je gewoon niet doen. Dat is levensgevaarlijk tegenwoordig. Ja, maar Winston. Joden in Amsterdam, Joden mensen moet ik eigenlijk zeggen. En die stemmen vaak PVV. En ook Surinamers stemmen steeds vaker PVV. Ik denk dat het vaak Hindoestanen zijn. Of ja. Keolen. Zeker. Maar dat is wel interessant. Er wordt heel weinig over geschreven. Maar Joden en bepaalde Surinamers stemmen op Wilders. Wat weet jij ervan, Henk? Wilders is racisten noemen, is hij niet. Wilders is anti-islam. Nou, en die kunnen hem alleen maar gelijk geven daarin. Nou, wat ik hoorde toen PVV... Kijk, PVV van toen, dat was echt een beetje straatvechtersclubje. En met al die ruige gasten, brievenbuspissers. Maar ze zijn behoorlijk gegroeid als je naar die Fleur kijkt. En het is geen one-issue party meer. Maar ik hoor wel van bepaalde Surinamers dat ze welwillend zijn om Wilders te stemmen. Ja, maar dat zijn vaak Hindoestanen, toch? Ja, of VVD. Of ik ken juist ook zo'n VVD'ers. En Creolen anders ook, zeker. Creolen is ook een mengoed, ze hebben voor heel veel Joden vaak, hè, Creolen. Dus, veel zijn ook behoorlijk christelijk.
streng christelijke Surinamers. De niet de Zwarte Kousenkerk, maar de Herrenhutters. Ja, de Herrenhutters, ja. EBG, de EBG-kerk. Nou, dat zijn fanatieke christenen. En die hebben eigenlijk vrij weinig op met de islam, denk ik. Geen enkel verstandig mens veel op met de islam, Henk. Sorry? Geen enkel verstandig mens veel op met de islam. Nou, ik wel. Ik wel, Winston. Ja, nou... Leg eens uit, heer Schim. Nou ja, kijk. Ik ben natuurlijk wel... Ik ben wel gelovig, islamitisch. Je eet geen varken zeker. Nou, maar weet je wat is? Kijk, ik wil even wel wat uitleggen over, als mensen zeggen, de islam. Over de islam, heel kort, Ik houd kort. Ja, maar ik moet wel even wel kwijt, want ik bedoel, als je kijkt naar Turkije, de helft is seculier en de helft is zoals ik. En dus eigenlijk heel liberaal gelovig. Dus de islam is voor mij, ja, dat in Turkije zit het toch anders. Mensen zijn natuurlijk hebben hier een negatieve associatie mee. Ik drink gewoon alcohol en ik ben gelovig. Heb je? En de seculier. Ja. Dus ik ben er ook een. Je bent toch geen echte moslim? Ja, maar dat is onzin. Dat is onzin om te zeggen. Je bent niet echt een jood. Nee. Ik kan maar gelovig zijn en ik kan al een godsgeloof. Niemand bepaalt of ik een moslim ben. Alleen ik. Maar Yeshim, eet jij varken? Nee, dat is grappig, met Joden hebben dat ook. En moslims zeggen, die drinken dan wel, weet je. Maar dan zeg je, waarom eet je geen varken? Nou, vind ik niet lekker. Daar word ik misselijk van. Nee, maar even terug naar Winston. Ik wil even terug naar Winston. Jij mag niet zeggen tegen mij, Ik mag alles. Maar jij niet zeggen, je bent geen moslim. Nee, echt niet. Ik ken het gewoon niet. Ik weet wel een beetje wat ik het over heb, als ik het over islam heb hoor. En als je de islam. Nee, maar luister, dat kan je gewoon niet zeggen. Jij bent niet echt. Dat bepaal jij niet. Dat bepaal ik. Ja, maar ik weet wat islam is. Ik heb echt wel wat bestudeerd. En moslims zullen jou geen echte. Dan nog kan jij niet zeggen of iemand echt is. Dat kan gewoon niet. Klaar. Je kan een god geloven, dat is wat anders. Je kan niet. Allah noemen, hoor. Allah, Akbar. Nee. Nee, ik ga terug naar de basis. De basis is, je mag niet oordelen op anderen of iemand religieus is. Dat bepaalt niemand. Alleen dat is wat anders. Of je religieus bent, dat kan je zeker zijn. En Peggy, geldt dat ook voor Joden? Sartre zegt dat, weet je, die schreef altijd van... andere mensen bepalen of je Jood bent, maar dat geldt dus ook eigenlijk voor Yeshim nu, als moslim. Andere mensen bepalen dat. Andere mensen bepalen het, maar dat is eigenlijk alleen maar omdat mensen je heel graag in een hokje willen stoppen. En mensen willen heel graag weten wie ben je en wat ben je en waar moet ik je nu precies plaatsen. En dat is nu in Nederland veel erger dan het was toen ik jong was. Toen ik jong was, keek iemand me aan en zei, leuk, donkere krullen. Geloof me. Maar nu is het, waar kom je vandaan? En dan zeg ik heel braaf, uit Amsterdam. Maar dat is niet meer genoeg, hè? Je moet tegenwoordig dan zeggen van, ja, maar waar je ouders vandaan komen en wat je gelooft. Je moet nu een heel specifiek verhaaltje over jezelf vertellen. Is dat nieuw? Ik ben een moslim. Voor de moslim ben ik een afvallige moslim. Dat is een christen. Ja. Voor de Nederlanders ben ik een moslim en zit zijn tasje aan de andere kant neer. Dus, voor mij is het nieuw in ieder geval. In mijn jeugd was het helemaal niet zo. En ik hoe komt het volgens jou dat we elkaar zo framen? Voor mij is dat niet nieuw hoor. Dat is niet nieuw. Ik vind het heerlijk hokjes. Ik vind het heel leuk als ik weet dat Henk Bakboord Suri is. Of iemand die Jood is. Ik vind het heerlijk. Ik vind het prettig om die mensen in een doosje te stoppen. Maar als het hokje je niet uitmaakt... Peggy. Als het je niet uitmaakt... welk hokje het is en je voor de rest zeg maar alle hokjes omarmt, dan is het ook niet erg. Maar nu is het meteen een slecht hokje. Als ik Joods ben, zit ik in een slecht hokje, want ik ben zo iemand die eigenlijk gewoon arme Palestijnen vermoordt. Doe ik kennelijk in de vrije tijd. Dat komt door Fouda, seizoen 3. Nee, weet je, dat is sowieso, vind ik het een... ik kreeg het ook wel eens te horen van, joh, kom je vandaan? Ben je Indisch, hè? Ben je Moluks? Nee, Surinaamse afkomst, bla bla bla. Maar waar kom je echt vandaan, die vraag? Ja. Uit de baarmoeder van mijn moeder. Het is een, uit de put. Konja bom mama. Ja, dat is een pakken mensen. Nee, sowieso vind ik het een impertinente vraag. Ik stel dan ook de wedervraag. En waar kom je vandaan? Waarom wil je dat weten? Waarom is dat belangrijk?
Who's asking? Ja, maar Henk, er is wel verschil. Ik heb in Maastricht gewoond, onder andere. Of je in Amsterdam woont. In Amsterdam is het niet zo'n heel groot probleem. Maar zodra je zeg maar in Friesland als neger of als jood of als homo, dan wordt het een ander verhaal, denk ik. Nou, Amsterdam is toch anders. We zijn allemaal Amsterdammers. Dat is ook wel weer waar. Ja, het is een hele andere Amsterdamse soort enclave, kun je noemen. Maar sowieso vind ik het een beetje impertinente vragen. Waar kom jij vandaan? Ik ben er niet van gecharmeerd. Terwijl het soms best wel goed bedoeld kan zijn, hoor. Gewoon uit interesse. Sterker nog, ik vraag het ook wel eens. Ik ben geïnteresseerd in mensen, nationaliteiten en de wereld. Dat kan ook. Het is niet altijd meteen een vijandige vraag. Nou ja, het mooiste was dat ooit een schilder tegen mij zei, van welk ras ben jij? Weet je zo? Was het een huisschilder of een kunstschilder? Nee, dat zo praat je over dieren, zei ik. Over zeg maar, nee, paarden. Nee, Winston, ik hoor van de regie of jij een tekening kunt maken. Je had vroeger die tekenaar, hoe heet hij weer? Die sneltekenaar, hoe heet hij nou voor Studio Sport? Dick Bruinestein. Bruinestein, ja. Echt? Mag je niet meer zeggen, hè, Dick Bruinestein. Dick Wittestein. Dick Wittestein. Kan je laten zien? Je hebt het zien. Ja, kan je maken? Kan je gewoon tekenen in real time? Dat kan ik wel, maar dan moet ik. Ja, maar doe maar wat. Ik laat je wel wat zien. Henk moet zo de gymnastiek gaan doen, hè? Misschien strakjes. Heb ik een hele mooie track van meegenomen. Van een Surinaamse inheemse. Leuk! En wie is dat dan? Want ik ken Travassi, ken ik goed. En, nee, maar nee. Pawana Sewa's, inheemse Surinaamse. Wat bedoel je met inheems nou weer? Wat is dat nou weer voor woord, inheems? Inheems! Dat bosneger zei je al vroeg. Inheems! Indi. Maar wat grappig, Robbie is ooit met Brunswijk, is hij voor het nieuwe... Dat vind ik wel mooi. Hij is naar Ronnie gegaan, hè, in de jungle. Ja, de Surinaamse dame dit. Maar grote borsten... Oh, lekker. Dikke billen. Ja, mooie, dus... ronde billen. Beetje, ja. En wat heeft ze in haar mond? Kan je dat niet goed zien? Kan je dat echt niet zien? Een worst. Een lekkere, dikke worst. Oké. Okay. Okay. Zo, iets wat warm is en... Oeh, het is een controversiële tekening. Dames, wat vinden jullie van deze tekening? Ik vind het seksistisch. Winston. Kom op, zeg. Ja, ik moet gewoon heel erg aan pijpen denken. Ja, en dat maakt het seksistisch? Nee, maar het is wel negerin. Ik wou dat ik zo'n middeltje had, maar god zeg. Ja, ik die ook. Lippen kan die lippen groter laten maken, hè? Dat kan je zo voor het ziekenfonds. Nee. Kijk, Winston, er komt nu een hele grote koffer aan. Ik ben veel benieuwder wat er achter Winston staat, dat roze, hè? Dat kan ik nog net niet zo goed genoeg zien. Dat is een massagestaaf. Oh, echt? Winston! Ja, jongens, even kijken. Die vibrator, er staat ook een buttplugje. In de woonkamer. Is dat? Wat is dat? Is dat je lippenstift? Nee, maar wat is dat? Ja. Serieus? Oh my god! Dat is wel kunst. Voor mij is dat kunst, net als dat Boeddha beeld. En waarom een roze? En waarom een roze, waarom geen bruine? Waarom geen zwarte? Racist? Oh, dat vind ik mooi. Oh, die vind ik heel mooi. Ja, ik ook. Prachtig. Wie is dat? Wie is dat? Die netje, Petra. Dat was mijn... Dat is niks vriendin van mijn bal. Ook zo'n vrouw. Oh, ik zie nu dat je een blote buik hebt. Ja, maar een jaloersmakend platte buik, hè? Ja, maar daar werk je hard voor, Winston. Dat komt niet vanzelf, zo'n sixpack. Hé, hey, Henk? Dat wil ik ook. Het nieuwe jaar. Maar dat is Sinterklaas, maar dan met een raar hoofd. Met een kont. Voor de trut. Nieuwjaarskaart. De trut, ja. Prachtig. Kan jij er ook, Henk? Peggy, je moet bij ons buiten laten zien. Ja, dat wil je niet. Op zondagavond. Ik werkte bij de tram toendertijd. Tot 98 heb ik bij de tram. Is dat ook een homotent, de tram? Oh, daar weet ik niks van. Ik was trambestuurder. En daar reed ik altijd langs. Ik zat op lijn 3. En er stond altijd... Ja, die stond daar. De Bilderdijkstraat. Ja. Ontzettende rij stonden altijd. En, nou, dat leek best wel gezellig. Dus ik ben naartoe. Nou, pakte toch iets anders uit. Dus, ik zou destijds met Henk Hofland een strip gaan maken. Daar is toen verder niks van gekomen, helaas.
En uiteindelijk ging Henk ook dood. Het heet Chantal. En hier heb ik een aantal voorbeelden die ik toen gemaakt heb voor de goede strip. Staat dit trouwens in spiegelbeeld of niet? Bij mij staat het in spiegelbeeld. Bij jullie ook? Nee, ik zie het goed. Ik zie het goed. Ja, oh, mooi. Heel happy. Wauw. Die rechter lijkt op Gargamel. Ja. Ja, een beetje antisemitisch vind ik die wel, die rechter. Een soort Martin van Amerongen met wenkbrauwen. De burgemeester van Amsterdam. Dus dat was Corinne in die tijd, maar het is niet echt... Ja, maar Henk, jij staat bekend als hetero. En wat deed je dan in de trut op zondagavond? Ik had toen een tijd een vriendinnetje en die was bi. En die vroeg... Mooi, je kan echt heel mooi tekenen, sorry. Ben je met me mee? Dus uiteindelijk ben ik gewoon meegegaan. Maar het was niet mijn tent. Het was niet mijn... Nee, de trut, nee. Oh, Peggy, het poesjevrouwtje van Amsterdam. Ja, heel zien. Peggy met de poes. Ja, sorry. Hoeveel katten heb je nog? Ja, maar je had er veel meer, toch? Je had die naaktkatten. Ik had er veel meer. Ja, ik heb ook naaktkatten, maar die zijn gaan slapen. Hè? Maar dit is een dwergje. Ach, sorry. Maar waarom heb je nu een kat met haar dan? Ik had begrepen dat jij... Mooi, Winston. Ik ben van de kale poesen, ja, dat klopt. Heel goed, echt mooi. Nou, dat hebben mij niet horen zeggen. Dat vind ik zo'n flauw grapje. Even kijken. Oh ja, prachtig. Ja, echt gaaf. Echt. Hey, Gargamel is daar weer. Ja, jij noemt dat Gargamel. Maar het is Job Cohen. Job Cohen, ja, die wenkbrauwen. Ja, maar ik had iets met Gargamel vroeger. Ik zal je iets vertellen. Met de smurfen vroeger was ik voor Gargamel. Ik dacht, pak ze. Serieus? Nee. Ik was meer op de Smurfin, maar dat is ook weer... Nee, ik was voor Gargamel. Ik dacht, waarom pakt hij ze niet een keertje? Ja, er bestond ook een andere versie van de Smurfen, hè? Ja, die ken ik. De neuksmurfen. En net als Lucky Luke en Mr. Roots. Oh, ik hoor sirene. Ik getekend door... Ja, bij mij hier. Oh, kijk, iets mooi... Oh... Dat ben ik zelf, maar dat is getekend door een ander. Echt? Dat is echt heel mooi. Dat is wat Reven zei, met een staart van voren en een kut van achteren. Heel mooi. Ja, dat is een model. Ik vind het wel goed dat Winston gewoon die dildo er expres laat staan, ja. Hè? Dat is niet zomaar. Hé, Arthur, ik vind gewoon in alle programma's van jou is seks wel een beetje de rode draad, toch? Komt altijd wel terug. Ja, maar dat verkoopt goed, seks. Seks sells. Ja, seks sells. Net als... Ja, maar kijk, ik bedoel, Winston zet een grote roze dildo neer en dan ga ik erop in en dan is het mijn schuld. Weet je? Dat vind ik ook weer zo. Jij trekt dat aan. At the end of the story, everybody blames the white man. Everybody blames the Jew. At the end of the story. Witte man zeggen? Wat is er toch mis met blank? Serieus. Ja, dat is een hele linguistische... Dat is een discussie, hè. Dat heeft Stella Bersma met Sylvia Witteman. En Sylvia heeft Nederlands gestudeerd. Dat is gewoon Nederlandica. En Stella, die niet echt, zeg maar, vooraan stond... Dank je, Winston, voor je tekeningen. Maar Stella zei dus, blank is racistisch. En nou ja, als je gaat kijken in de etymologie van het woord blank, helemaal niet waar. Blank is zuiver. Blank is zuiver tegenover de neger. Dat was het idee, maar dat is niet waar. Dus als je gewoon puur even googelt, dan zie je dat blank geen racistische implicaties heeft. Dat is mijn punt. Kijk, het leuke is, ik zeg nu altijd persoon van kleur of witte man. En dan wordt het grappig. Als ik het gebruik, wordt het leuk. En niet iedereen snapt dat dan. Als ik bijvoorbeeld mijn rechtse fans, als ik zeg... witte man, ja, klootzak, waarom zeg je geen blanke? Het is nooit goed. Het is geen humor, hè? Ja, nee. Maar ik wel... Kinderen gebruiken ook blank, hè, kinderen. Mijn kinderen gebruiken dat ook. Oh, dan mag dat weer dan Amsterdam-Zuid. Mag je weer blanke zeggen? Maar het grappige was, toen Jan keek naar tv en dan zag hij een donkere man en zegt hij, mama, kijk, dat is een biculturele man, zei hij. Ik zei, schat, jij bent zelf ook bicultureel. Je bent half Turks, half Nederlands. Maar hij ziet dan de biculturele man als een man met een kleurtje. Maar hun papa is toch Roon Blank? Ja. Jouw ex-man? Ja, leg eens uit. Ja, maar waarom heb je gewoon een leuke Turkse man getrouwd? Waarom moest je weer met een kaaskop?
Ja, had het dan maar eerder tegen mij gezegd. Ja, al 30 jaar geleden. Nee, 40 jaar geleden. Nou goed. Wat vinden de moslims ervan? Dat je bent er niet met een hol bent getrouwd eigenlijk? God, jij hebt gewoon moslimtrauma. Mijn familie, ik zal het even zeggen. Zowel mijn familie in Ankara en zowel mijn Rotterdamse familie, want iedereen woont in Rotterdam, ik woon in Amsterdam, hebben hem omarmd. Dus... Zo. Ja. En andersom was dat niet het geval. Dus begrijp je, het is niet zo zwart en wit. Ik bedoel, mijn opa zei in Ankara, ik ging voor het eerst, nam ik een man mee naar mijn opa. Ik belde zo aan, kwam eerst mijn oma. Ik zeg, nou ja, en toen kwam mijn opa. Ik zei, opa, nou dit is dus mijn vriendje. En toen keek hij naar mij en dan keek hij naar hem. En toen zei hij, hou je van hem? Ik zei, ja. En toen deed hij zo. Dan is het nu mijn zoon, zo. Ik ging hem omarmen, ja. Zo. Dat is mooi. Nou, maar ik ken vrij veel Turken. Turken gaan makkelijker met kaaskoppen dan Marokkanen bijvoorbeeld, hè? Die zijn veel, zeker uit Ankara en Istanbul. Toch? Ja, er zijn heel veel Turks-Nederlandse stellen, ja, klopt. Ja, heel veel. En Duitsland ook. En even een andere vraag, en Turks en een Turkse vrouw met een donkere man is, of begreep ik me nou op glad ijs? Ja. Turks met donkere man? Turken houden niet zo van zwarte mensen, dat is mijn idee altijd geweest. Je ziet wel nu veel meer, in Istanbul zie je veel meer Afrikanen werken, dus veel, veel zwarter is het, in bepaalde wijken. Met Turkse vriendinnetjes? Wat zeg je? Met Turkse vriendinnetjes ook? Turkse vriendinnetjes, hoe bedoel je? Hebben ze Turkse vriendinnetjes? Neuken. Afrikaanse mannen. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar bijvoorbeeld mijn overgrootmoeder was donker. Dus de moeder van mijn opa die naar Nederland is gekomen. En die noemde haar Zwarte Fatma. Dus dat was haar nickname. Kara Fatma. Dus een deel in mijn roots is ook Afro-Turks. Ja, want het schijnt inderdaad, wist ik ook niet, in Turkije een behoorlijke grote groep Black Turkish people te bestaan. Ja, Afro-Turken worden ze genoemd. Afro-Turken, ja. Dat zijn er dat komt nog van de Ottomanen of zo, nog uit de tijd van de slaven. Ja, vooral uit Nigeria. Zo. Ik heb het laten uitzoeken. Ja, maar dat waren de meest gespierde. Dat waren de meest gespierde. Nee, maar de meeste, je hebt heel weinig zwarte in bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië en dat soort landjes. Want daar werden de slaven, waar heel veel slavernij geweest is natuurlijk, veel meer nog dan in het westen. En werden allemaal gecastreerd, hè, de mannen daar. Dan zijn er geen zwarte in. De Eunuchen. Saoedi's zijn vrij donker, toch? Niet Saoedi's. Ik dacht dat Saoedi's behoorlijk donker waren. Die heb je ook echt blacks. Dat zijn de echte Arabieren, daar komt de islam ook vandaan. Die Turken zijn geïslamiseerd, van eigen christen natuurlijk. Net als bijvoorbeeld Jemenieten in de Joodse gemeenschap. De Joodse gemeenschap vraagt met mij wel eens of ik Jemenitisch ben. Nou, Jemenieten, ik woon in Tel Aviv in 1980 en dan had je die arme Jemenieten, die zijn toen geronseld als het ware. Maar die waren echt wel pikzwart hoor. Ja, dus vandaar dat ook een meisje. Net als de Falasjas. De Falasjas, ja. Maar Falasje mag je niet zeggen trouwens, hè? Dat is nu discriminerend in Israël. Oh ja. Ja, Falasje komt van dezelfde stam als van Palestijnen. Dat zijn de Ethiopiërs weer. Ja, maar het woord Falasje is in Israël, in politiek correcte kringen, een negatief. Nee. Ik weet niet wat het nieuwe woord is voor Falasjas. Ja, goed, dat verhaal van die Ethiopiërs. Er is een heel probleem tegenwoordig in Israël eigenlijk. Lemba, uit Zuid-Afrika, die Lemba, heb je dat al van gehoord, de Lemba? Ja, maar ja, dat zijn... Nee, dat zijn die wonen in Beersheva, dat zijn bekeerlingen. Nee, dat is niet waar. Ik zeg, die Lemba, die komen uit Zuidelijke Afrika, en die hebben genetisch onderzoek heeft aangetoond dat die inderdaad terug te traceren zijn tot de Levanten in Israël. Ja, de twaalfde stam, zeg maar, die verdwenen is. De twaalfde stam. Ja. We zijn pikzwart voor de vermenging natuurlijk. Zo goed als ik zou zo graag naar Israël willen. Staat echt op mijn bucketlist. Toen. Nou. Absoluut toen. Toen ik in Israël voor het eerst kwam, ik was bevooroordeeld. Ik moest naar het noorden. Ik werd opgehaald bij Ben Gurion. En ergens heb je een soort pompstation waar iedereen komt. Een soort pleisterplaats. Daar stopten we om wat te drinken te halen.
Ik had geen idee hoe men op mij zou reageren. Hè? Huiskleur, je bent toch een beetje voorzichtig. Bij de pompstation. Zwarte Israëliërs, Arabische Israëliërs, 3 orthodoxe jongens, lijkbleek met een pijes en kippa en talit. Ik viel daar totaal niet op. Wat ik heb gezien van Israël is een multi-etnische samenleving. Leuk! Maar dan moet je niet romantiseren. Dat is hetzelfde wat ze van Brazilië zeggen. Brazilië, ja. Ik heb de gewoonte, is een totaal racistische samenleving. De 10% blanken die heersen daar gewoon. Dat is Israël ook hoor. Het is geen melting pot Israël. Het is absoluut gelaagd via kleur en Askenazis en Sephardi's en Marokkaans. En dat sowieso. Het zijn wel allemaal eilandjes. Maar ik viel dat totaal niet op straat. In Jeruzalem stopte een auto naast me met 3, ik zal zeggen, wit-blanke Israëliërs die mij de weg vragen. Zeg ik, jongens, kom op, ik ben eentje. Ja, maar Henk, als jij naar Gaza gaat, dan kom je er waarschijnlijk ook weg. Ja. Ook mee weg, weet je. Dat Gaza is natuurlijk een Israël is niet, ik ben dol op Israël, maar het is niet de ideale samenleving qua etniciteit, zou ik het zo zeggen. Bestaat er een ideale samenleving dan? Goeie vraag, Peggy. Ja. Ik vind dat we in Nederland niet moeten zeuren en klagen, dat het hier best wel echt goed is gewoon. Als ik kijk ook naar Turkije, als je het hebt over etniciteit, hè? Hoe over Syriërs wordt gesproken of over Koerden. Dan denk ik van, wij hebben het hier echt wel ontzettend goed. Maar Sylvana zegt het zo anders. Ze zegt dat het is helemaal diep racistisch Nederland. En dat ja, maar vind ik dus ja. Echt... ja. Ik vind ja. echt dat wij... We hebben het echt gewoon goed hier. Echt goed. We moeten echt niet zeuren gewoon. Gewoon niet zeiken. Echt. Je bedoelt de vergelijking met andere landen... Jessim? Je hebt erop achteruit gegaan in Nederland. Wat zeg je? Ik hoorde je niet. In vergelijking met andere landen, bedoel je? Ja, in vergelijking met andere landen, ja. Weet je, als je kijkt naar... ook naar Oostblok... weet je, Hongarije... weet je, Turkije... Ja. Ik bedoel, we hebben het hier echt wel oké. Het is gewoon goed. En natuurlijk, weet je... Je moet gewoon keihard werken, hè, maar dan moet iedereen... Om te komen en staan waar je wil. Je moet het niet zo zeuren. En als je dan niet een cultuur mag benoemen. En dan denk van waar gaat het dan heen. Zeik niet zo. Gewoon niet zo. Dat. Nou ja, kijk. Jessim, jij kan zeggen. Je bent gewoon Rotterdammer. Maar ja, goed. Wat ik van Joden hoor in Amsterdam. Is dat het toch wel heel erg is geworden. En dat komt van Nieuw Nederlands. Zoals... Het is gewoon een rotstad geworden. Je kan niet meer met je mokken dood lopen. Je kan ook niet, als ik drop altijd in mijn vrije, vrolijke kleren, s'avonds staan, ik word altijd bedreigd, maar ik heb altijd een lange jas tegenwoordig s'avonds. Ook in de zomer. Ja, nee, ik snap dat wel. Ook, door wie word je bedreigd, Winston? Door wie word je bedreigd? Overwege het om poterammers. Er zijn altijd mokro's, Turken minder, maar wel heel vaak. Het zijn geen Hollanders in ieder geval. En wat zeg je dan? Turken zijn nooit, volgens mij zijn Turken nooit poterammers. Nee, ze zijn wel meestal Marokkanen. En van die opgeschoten met die betongen. Maar wat zeggen ze dan? Wat zeggen ze bijvoorbeeld? Spugennamen, ze bedreigen me, ze willen met elkaar slaan. Ik ben ja, maar jij loopt met zo'n Davidster van 1 meter doorsteken. Ik moet kunnen dragen wat ik wil, kunnen altijd dragen wat ik wil. Ik kan tegenwoordig niet meer. Ja, je lokt het uit, Winston. Je lokt het uit. Je lokt het uit. Als ze dat zou zeggen, worden vol met stijve lullen van de moslims, al die vallen symbolen overal. Maar Peggy, ik bedoel, wat merk jij ervan in Amsterdam nu? Wat ik te horen krijg is dat het heel erg is geworden voor Joden. Ja, ik draag ook inderdaad geen Davidster meer om mijn nek. Nee? Ik heb nog wel mijn naam en Tiefried om mijn nek. Maar ja, dat snappen ze niet. Dat snappen ze niet. Ik heb niet alleen last van heren met bondkraagjes, want dat is het meestal, hè, jonge jongens met bondkraagjes. Ik kan wel doen alsof het niet zo is, want dat willen we heel graag. Maar ja, Winston heeft wel gelijk. Het zijn bij mij ook gewoon jonge jongens die er wat over te zeggen hebben. En maar ook, ook oude mannen. Ik ben ook lastig gevallen in de spuug in Haarlem op de Grote Markt door oude mannen met baarden, grijze baarden, grote gehaakte keppels die met een... Kijken vannacht in mijn spugen, als ik denk dat ik een nicht ben, dat is niet alleen maar jongeren. Dat is niet zo. Dat zijn ook oude, maar Peggy, droeg je vroeger wel zeg maar, je ketting?
Ja. Keppel. Ja, als vrouw ben je minder herkenbaar in het jodendom. Hè? Dus dat is natuurlijk. Ja. Ik draag geen zetel. Ik bedoel, oké, ik ben ook niet meer getrouwd. Ik ben een weduwe, dus het hoeft ook in principe niet meer. Maar ja, het is gewoon lastiger. Echt. Maar kijk, ik vind het zo bijzonder dat mensen dat dus dan zien en iets daarvan zeggen. Van een ketting vind ik zo heftig. Ja, dat is. Ik heb wel een tijdje met Kipa opgelopen. Met hoogtijdagen. In de Belmer. Nee, niet precies. Ik woon in Oost. Dus ik wandel naar de Portugese shoe. Maar misschien is het een beetje statement. De reden waarom ik nu tegenwoordig geen kipa meer draag, is niet uit angst en ook niet uit voorzichtigheid, maar eerder uit een soort zelfbehoud naar degene die mij aanvalt. Wat? Hoezo sla je zo hard dan? Degene die mijn kipa eraf slaat, dan ga ik 10 jaar zitten. Ga je? Hè? Oh, dus eigenlijk doe je dat om iemand anders te beschermen? Ik snap het niet. Met andere woorden, ik kan nogal eens een beetje gewelddadig uit de hoek komen. Ik ben niet van mezelf. Dus als iemand, dan met een kipa en iemand slaat me ervan af, ik grijp je. Ik heb je een strafblad? Nog niet. Nee. Maar mijn broer bijvoorbeeld, die draagt dus een petje over zijn kipa tegenwoordig. En vroeger liep hij gewoon met een kipa. Zo'n baseball, ja. Maar dat doen al die Amerikanen, joh. Die hebben zo'n baseball cap. Dat vind ik een beetje laf. Ja, petje. Ik draag inderdaad wel eens een hoed of een petje eroverheen. Of een hoed, ja. Maar ik loop het niet mee. Maar luister, Henk, is toch vreselijk dat je het moet verbergen? Dat is toch vreselijk? Ja. Het is heel vreselijk, maar wat voor andere keuze heb je? Wil je iedere keer die confrontatie aan? Ja. Het is vooral dan door de jouw geliefde islam, schattenbouw. Het zijn geen oorspronkelijke Hollanders die dat doen, hoor. Ik heb er nooit last van gehad totdat de islam. Nee, het beestje heeft een naam. Echt wel. Ja, maar hou er ook rekening mee dat antisemitisme was in Nederland ook heel heftig. En dan heb ik het over een periode, 70 jaar geleden, toen woonde hier amper één moslim. Dus laten we niet alles. Nee, al die antisemitisme is voor alle tijden. Maar ja, weet je, ook met antisemitisme, wat ik bijvoorbeeld heel erg vind, er was een familie, daar heb ik nog een stuk over geschreven in Parool, die vond die tegels heel erg storend in een straat. Ja, de Stolpersteinen. Die holocaust-tegeltjes, zeg maar. Ja, en dat heb ik net 2 aangevraagd. Nou, maar luister, weet je, ik denk dan, schaam je diep. Rot op uit Amsterdam, schaam je diep. Een paar jaar geleden wat hier op de muur geschilderd, een heel grote naakte vrouw met een gedicht eroverheen. En een naaktschilderij van een vrouw voor een blinde muur. Tegenover worden wat moslims gingen klagen bij Cohen. Met de kut werd weggedekt met digitale boxjes. Helemaal toegegeven. We gaan achteruit in Nederland. Het is te gek voor woord dat je in Nederland, stel dat je moslims ziet komen wonen met hoofddoeken, zien een naakt wijf op de muur staan dat het weggeschilderd moet worden. Dus ze er gaan storen. Ja, dat vaak, weet je, dat is vaak. Je had op een gegeven moment, had je geloof ik in Hilversum of in Huizen, in het gemeentehuis, hingen dan een schilderij. Ook dat soort dingen. Ja. En dan voordat een Ali gaat klagen, dan heeft zo'n ambtenaar gezegd, nou dat vinden moslims storend. Ja, nee, maar kijk, dat is nog erger. Hè? Nog erger. Dat vind ik ook heel erg, dat dus kunstwerken van een muur worden gehaald. En denk, dat vind ik echt vreselijk. In Huizen was dat. Dat er hing een naakt. Ja. Hing daar gewoon in dat moet je dus niet doen. Dat moet je dus echt. Daar ben ik ook echt tegenstander. En moet je gewoon niet doen. Ik bedoel, dat is kunst. Hou je mond gewoon. Nee, het is als een cultuur. De cultuur in Nederland gaat achteruit. De linkse politiek heeft een heleboel verneukt hier. Bah. Zo. En met mij, Winston, de cultuur gaat met mij echt niet achteruit, hoor. Je bent toch geen moslim? Wat zegt hij nou? Wat zegt hij? Maar Jesse heeft wel gelijk. Jesse mag zelf uitmaken of ze een echte moslima is of niet. Ja. Dat kan echt alleen zij voelen. Dat kunnen wij niet voor haar voelen. Ja, maar dan moet je toch, Peggy, eet jij drijf? Eet je varken? Ik heb een kosher huishouden, hè, want ik woon samen met mijn broer. Is dat kosher? Dus dat gaat niet. Nee, maar het is echt. Ik heb heel veel Turkse vrienden en die suipen echt. En kooksnuiven. Maar varken niet. En dan vraag ik waarom. Dat vind ik niet lekker. Dat word ik misselijk van. Ja, ik eet zelf niet kosher. En ik eet ook buiten de deur. Dus ik heb er geen enkel probleem mee. Ja, maar die is niet dat koosje dus. Nee, zo, wat Arthur aangaf. Ik wilde heel graag even terug naar wat Arthur aangaf. Is dat in het geval van een kunstwerk. Of een blad van de folia. Dat niet één moslim klaagt.
Maar dat je anderen hebt, dat zijn mensen die om een of andere reden een soort helper whitey. Helper whitey, die zich opwerpen als verdediger van en die daar iets van gaan zeggen. Terwijl er niet één moslim ook maar één keer iets is gevraagd. Van God. Ja, maar hebben Joden ook een helper whitey dan? Want ik zie ze niet hoor. Op social media krijg ik alleen maar hele boze mensen tegenover me. Ja, maar jullie hebben de christen voor Israël. Die hebben jullie, christen voor Israël. Ja, die zijn ook heel lief. Nee, maar zogenaamde mensen die zich opwerpen als verdediger van de minderheden... Die volgens hun worden gediscrimineerd. Nee, maar Henk, je hebt de judeofielen, dat ze vaak in de EO-kringen, en dat zijn de christen voor Israël en Urk. Maar daar zit een heel fout idee achter, want die geloven dat Jezus terugkomt en alle Joden bekeren zich dan. Dat is het onderliggende idee van de judeofielen uit christelijke... Ja. Maar ja, ik moet wel zeggen dat ik dit wat wij doen hier, vind ik echt heel waardevol, meen ik echt. Dit is echt belangrijk dat we het hierover hebben. Winston, nou, ik vind het wel jammer dat die dildo over Winston de hele tijd in beeld is. Dat haalt toch wel... Wat? Nou, dat heeft hij expres gedaan, hè? Vibrator. Die dildo van Winston. Dat is gewoon niet. Je moet hem meer in de camera zetten, Winston. Je moet hem meer dichtbij. Maar Winston, laat nog één keer zien, Winston. Kom, alle twee. Ik zie er twee. Ja, die ene dat is een but. En dan langs je wang, net als in de weekamp. Ja, massagestaaf. Oh. Hey, dit is een hele andere show opeens. Oh, dat is een heel kleintje. Wat ja, is dat? Leg even uit voor welke dag je de een gebruikt en welke dag de ander. Nou, kijk, ook een schatje dit. Wat is het? Ja. Nou, dat is voor beginners. Dat is een spaarpot. Dat is een spaarpot. En dat moet je opbouwen. Nou, ik denk dat Winston niks hoeft op te bouwen, hoor. Zo. Als je die kan hebben, dan ben je een heer met een ruim inkomen. Ik vind dat wel meevallen, hoor. Ja. Henk, we zijn al anderhalf uur bezig. Moet jij niet een dansje doen? Muzika, ja. Ik heb iets heel leuks meegenomen. Hey, inheems, zoals Henk het zegt, inheems. Inheems. Winston, we gaan dansen. Wil je weer een potje dansen? Naam zeggen we in die nou, mijn schaduw goed. Oh, dan moet ik even de muziek aanzetten. Nee, ik pak even koffie, ja? Ja. Het is inderdaad inheemse formatie, Pawana Siwa, Inji Poku, zo heet het, Indiaanse muziek, Indiaanse Poku. Inji Poku, ja. Inji is ook een Turkse naam, hè, voor een meisjesnaam, Inji. Inji Pamuk. Waarom weet jij zoveel? Ja, omdat ik heel oud ben. Oké, even de muziek aan. Wat gebeurt er? Ja. Hey, Winston. Proefdraaien. Ga je dansen met die zielige voet van je, of niet? Ik ga proberen. Ik moet even een antwoordje op iemand geven. Je dildo's wegzetten. Hij wordt eigenlijk een staan. Hey Henk, die twee heren bij jou op de achtergrond, zijn die familie van jou? Dat zijn... leuk dat je dat opvult. Dat zijn Gary en Gregory, beter bekend Christmas Twins. Ja. En die hadden in de Utrechtse dwarsstraat een boutiqueje. Maar die twee nichten, die twee Indianen. Indiaanse heren. Jezus, die ken ik goed, man. Half black, half red. Ik was dat kind aan huis. Ja, mijn moeder ik ook. Maar dan kwam je dus ook bij dat, hoe heet het, homocafé weer, daar waar ze altijd zaten? De huiskamer. Huiskamer, daar zaten ze altijd, hè? Die huiskamer, het was een beetje een vaste kroeg, een stamkroeg. Maar waren ze nou homo? Dat was altijd, het verhaal ging dat ze nogal homo waren. Ze waren, nou, Gary en Gregory waren, die waren zo pie als de pest. En they fuck everything that moved. Als je daar binnenkwam, was het ook altijd, you want coffee, tea, my brother or me? Dat was een vaste standaard. Weet je waar ik mijn hemden koop? Dat zijn twee enorme Thaise nichten in de, die zitten bij de... De dwarsstraat, wat is het? Waar de Viking zit en zo. Dat zijn twee totale nichten en die maken dus dit soort hemden. De regenbas. Ja. Maar die zijn zo homo. Really. Zo homo. Nee, Gary en Gregory. Gregory overleed. Is eerder overleden. En Gary is inderdaad zo'n 10 jaar geleden, 11 jaar geleden overleden. Hij heeft het op hol gestaan nog.
Ja, ik ben er echt een jaar doodziek van geweest. Gary was een beetje... Ja, er waren echt schatjes waren dat. Ja, maar echt heel lief. Geweldig. Ja. Gary was degene die mij een beetje begeleidde bij mijn danscarrière. Ja, begeleiden. Ja, op het artiestenvak. Hij hield een beetje terug. Nee, niet naar die party. Nee, blijf bij die uit de buurt. Die is oké, Ja, ik ga hem nou niet inkoppen met artiesteningang, oké? Ik zou niet durven. We gaan maar een stukje muziek luisteren. Ik zou zeggen, daarna gaan we even staan, wat bewegen. En ik moet even de honden voeren, maar dans jullie maar vast. Heel goed, excuus. Ik heb een slapende kat op schoot. Dus... Is het duidelijk te horen? Kom op, Peggy, kom op. Ja, oké, ik hou Peggy vast. Dan mag je armen wel wat verder uitstrekken. Twee katten. Kan ik allemaal niet. Jij doet het heel goed. Grote krullen. Oh-oh. Gaan we even een beetje knallen, mensen. Stiekem met je gedanst. Ja, Winston begint nu pas. Oh. Zal ik de muziek aanzetten voor Winston? Wil je doorgaan? Jullie kunnen ook gewoon in de grinder afspreken. Dat hoeft toch niet in mijn tijd allemaal. Maar nee, in gedachten dansen. Ik vond het een hele leerzame ronde om 10. We hebben antisemitisme gehad. Islamofobie. Homovrees hebben we gehad. Ja, maar het zou over Suriname gaan. We hebben haast niet over Suriname gehad. Oh, jeetje. Het was een beetje moeilijk. Ik had wat gasten uitgenodigd, wat gasten benaderd. Maar van twee mensen heb ik helemaal niks gehoord. En de ander die zei, beleefd af. Ja, heb je mijn naam genoemd? Of die van Robbie? Hè? Dat moet je niet doen, hè? Je moet niet mijn naam noemen. Wat. Nee. Maar is Robbie Muntz eigenlijk? Ik heb Robbie Muntz helemaal niet gezien verder meer. Nee. Muntz. Ik heb even beeld gezien. Die was bang van jouw vibrator, Winston. Ja. Dat is weg. Nee, maar wat we helemaal vergeten zijn is Surinaams eten. Als ik vroeger in Amsterdam een kater had, ging ik altijd Chin. Chin in de... Weet je, die broodjeszaak, die Javaan. De Van Wouw. De Van Wouw, ja. Hij heeft nu heel veel filialen. Dat is het lekkerste, als je een kater hebt, is het lekkerste eten Surinaams. Met broodje net. Chin is echt... Sowieso Surinaams, heerlijk eten. Heerlijk. Kun je allemaal, Winston, kan jij een beetje Suri koken? Nee, ik kook eigenlijk volledig Joods. Ik kom uit... Joods bestaat niet. Gefilte vis. Gefilte vis. We zijn thuis echt kosher opgevoed, ja. Maar niet echt religieus, maar we aten thuis strikt. In Zandvoort had je geen kosher winkels, maar wel alleen maar geoorloofd. Cholent of zo, Cholent. Geen niks drijf. Geen mosselen, geen kreeft, geen verrekken, niks. Ik heb Peggy een keer beloofd, bij deze dus, dat ik een keer een kwi-kwi voor je ga maken, Peggy. Ja, dat vind ik Die vis kan je alleen maar
ingevroren kopen, toch? In de toko? Ja. Ja, nee. Even een kut schoonmaken, hè? Al die schubbetjes. Heel goed schoonmaken. Echt, je moet hem echt helemaal schrobben. Met citroenwater en een beetje azijn. Kan je niet gewoon pom maken? Gewoon pom ja, ik kan pom maken, ik kan pastei maken. Heerlijk. Dat is helemaal geen probleem. Ik heb het liefst toch een lekkere trei van Moximedia, hoor. Dat kan ook. Heb ik ook geen probleem mee. Zet ik zelf weer op tafel. Ik heb nu onwijs trekje Surinaams. Heerlijk. Alsjeblieft, doe me een plezier en zeg Moximedia. Ja, maar ik kom bij de Chinees. Chinees zegt het anders. Kitty Kotti. En niet Katie Kotti. Alsjeblieft. Kitty Kotti, ja, Moximedia. Moet ik zeggen, Moximedia is gewoon mixed meat. Het is pidgin. Mixed meat zou je ook Douglas zeggen. Hè? Mij mag, ja. Ja, dan kan je ook Douglas zeggen. Mixed meat kan je ook Douglas zeggen. In plaats van Moximedia. Maar dat is dan koosje of wat? Die term ken ik niet. Nee, die term ken ik echt niet. Nee, dus, Dogla. Ja. Dogla. Dogla's kind van een Hindoestaan en Hindoestaan ja. En dat is... Maar dat klinkt behoorlijk negatief. Een bastaard. Nee hoor. Nee, maar eerlijk, een heleboel woorden in het Surinaams zijn ook heel negatief. En er wordt in Suriname ontzettend gediscrimineerd. Nou, ja. Nou, ik ga niet uitleggen hoe ze in Rotterdam Fernandes noemen. Dat heb ik jou wel verteld, hè? Ja, dat is... Ga je nou over mijn opa beginnen? Nee, ja, weet je dat, denk ik? Dat haar opa, dus die heeft... Overgrote opa, hoor. Die is van de visdrankjes. De droom van elke tandarts, Fernandes. Ja, echt de droom van elke tandarts. Ik ga niet zeggen hoe ze in Rotterdam Fernandes noemen. Maar... Sorry? Is Om Jules familie? Om Jules is mijn overgrootvader, ja. Ah, zij is van de arme... Peggy's arme tak. Peggy's arme tak. Nee, maar ik zou niet vertellen hoe ze dus cola noemen in Fernandes, maar ze noemen wel Coolie Cola. En je weet wat Coolie Cola is? Ja. Dat is als een Hindustaan failliet is, landbouwgif. In de jaren 70 had je inderdaad een cola-merk, heb ik het over, 78, 79, dat heette Spur Cola. En Spur Cola werd veelal gedronken door Hindustaanse jongens die dan op brommers reden en die dan rondhingen op pleintjes. En vandaar dat de naam Coolie Cola is. Nee, Coolie Cola, als je het googelt, dat is als een Hindustaan zelfwoord pleegt, dus ook Anil Ramdas om wat te noemen. Die reïncarneren volgens mij ook, dus dat is heel makkelijk voor hun. Maar die is landbouwgif. Coolie Cola is landbouwgif. Een Hindustaan die even de boekhouding tegen zit, die drinkt toch een fles op. En dat doen ze in Pakistan ook, hè, dat soort landen. Landbouwgif, het is niet echt de mooiste manier om te gaan, zeg maar. Nooit geweten. Google maar Coolie Cola. Ik ken alleen van Spur Cola in Suriname jaren 70. Dat is eigenlijk zo'n nep Fernandes is dat. Een nep cola merk, net zoals Gold Royal Crown. Daar moet je achteraan gaan, hè? Dan moet je gewoon, dat is zeg maar dat is familienaam wordt dan onteerd. Bezoedeld, ja. Hé, maar Jesse, wanneer kom je eten dan? Want je was toch zo... Oh, wat? Ik kom echt, hè? Ja, is goed. Ik kom echt. Arme heer, als het hele kadding voorbij is, dan gaan we... Suriname staat in mijn top 3 van lekkerste eten. Echt. En mannen dan? Ja, die eet ik met huid en haar. Nee hoor, grapje. Oh, Boquito. Boquito. Ja, Peggy, ja, de bijnaam van Yashim is Boquito, hè? Boquito. Boquito. Ik wil eigenlijk naar de Blijdorp. Ik wil een selfie met Boquito. Ik ga Blijdorp bellen of ik gewoon voor één foto... Niet lachen naar hem. Nee, ik ben benieuwd hoe hij... Ik ben benieuwd, ik doe een experiment, hoe hij op mij reageert. Want hij was geïrriteerd door die vrouw. Misschien voelt hij voor mij liefde. Nee. Maar leeft hij hier nog? Jij leeft! Ja, dat wist ik niet. Ik dacht hij dood was. Islamitische apen zou best kunnen. Maar misschien gaat hij dood als hij mij ziet. Dood van liefde. Nou ja, het gaat sowieso pijn doen, meid. Hey, zie mij opeens dat? Heren en dames, ik moet een beetje voorbereiden. De dochter. Ja, ik moet er ook uit. Dankjewel allemaal. Ik vond het. We hebben weer 100.000 kijkers. En we hebben toch weer rondom 10. Het was weer een leuke rondom 10. We hebben alles besproken.